Het aanbod aan gay en lesbian movies groeit met de jaren. Neem bijvoorbeeld een Shortbus, fijne film. Hellbent, een heuse gay slasher, horror. Get Real, Queens, Edge of 17, Sebastian, hoe ik het ook uitspreek. De nieuwste films, die vind je op het Roze Filmfestival. 13 maart, dan is het zover. 11 dagen lang films met een roze tint. Nou, Werner, die hangt. Die hangt weer, hè? Je bent al in volle gang. Over een paar dagen is het zover. We zagen net al een sneak preview van een aantal films van de Roze Filmdagen. Aha. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten? Nou, nog meer films dan die je gezien hebt. We hebben 120 voorstellingen. En over de 100 titels die te zien zijn. Dus er is een hoop om uit te kiezen in ieder geval. Nou ben jij ook een van de programmeurs. Waar let je op? Waar moet een film aan voldoen? Een film moet je raken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En wij programmeren voor een groep mensen die heel divers is. De community is natuurlijk een hele diverse groep mensen. En voor iedereen moet er iets te vinden zijn op het festival. Het is heel fijn om een keer een plek te hebben dat het om jou gaat. Het festival gaat vooral over identificatie. Het is heel fijn om jouw verhaal te zien op het grote witte doek. En dat ook nog te delen met anderen. Ik bedoel, het Ketelhuis is straks weer echt een ontmoetingsplek voor iedereen. En het is heel prettig om samen te beleven, omdat je de codes kent die je op het doek ziet. En we kunnen ons prima inleven in de hetero-film. Ik bedoel, want uiteindelijk zijn de verhalen die verteld worden universeel. Maar het is heel leuk dat het wel een keer nog dichter bij jou ligt. Dat het een man-man of een vrouw-vrouw of man-man-vrouw of wat dan ook. Welke variant je kan bedenken, dat het dan in ieder geval over jou, dat bij jou aansluit. Dat is, en dat is heel belangrijk. Nou gaf je aan het Ketelhuis, maar door het hele land zijn de films te zien, hè? Ja, voorafgaand en tijdens het festival draaien een aantal titels in verschillende plekken in het land. En we hopen dat mensen daar heel enthousiast van worden en dat ze de rest van het programma nog in Amsterdam komen kijken. Naast de films laten jullie ook documentaires zien. Mm-hmm. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ja. We hebben heel veel documentaires dit jaar, meer dan ooit. Maar, en ook een paar Nederlandse producties, dat is denk ik wel leuk. En een van die producties is een korte documentaire. Die zit in het programma Made in Holland Shorts. En dat is de documentaire Niet op Meisjes. En die vind ik zelf heel erg mooi. Het gaat over een 11-jarige jongen die al gewoon eigenlijk al heel lang weet dat hij homo is. Het is best soms moeilijk om een geheim te hebben, want dan wil je het heel graag vertellen, maar dan durf je het niet te vertellen en dan vertrouw je ook niemand. Jentel is een meisje die zit bij mij in de klas. Blond haar, meestal heeft ze vlechtjes en ze is verliefd op me. Echt, echt verliefd. Jentel heeft me een keertje verkering gevraagd en toen heb ik ja gezegd. En na een week had ik het uitgemaakt, omdat ik verliefd ben op jongens en niet op meisjes. Jullie werken ook altijd met thema's. Wat is het thema van de 16e editie? Een van de thema's is activisme. En de laatste tijd is meer dan ooit lijkt wel weer belangrijk. Er zijn zoveel dingen die gebeuren in Nederland en in het buitenland dat door de filmmakers ook wordt opgepakt. En dus daar besteden we heel veel aandacht aan. Er is nog steeds strijd en solidariteit nodig. Daarnaast hebben we een soort micro-thema of micro-activisme in het thema gestopt. Pink citizenship. Het gaat meer over hoe jij met je buurt en hoe de buurt met jou omgaat. En ook wat belangrijk is, en wat heel goed aansluit bij het festival, is het thema visibility.
dat gaat meer over hoe wij verbeeld worden op het witte doek. Al dan niet met clichés. En daar zijn ook een aantal hele mooie films rondom het thema. En waar kunnen de mensen het programma vinden? Op rozefilmdagen.nl staat het hele programma online met trailers en al. Dus dan kan je in ieder geval al van tevoren een beetje een sfeertje proeven. En online kan je direct daar kaarten kopen. Nou, maak er een hele mooie week van. Dankjewel. Op naar de 17e. Ja. Okay.